De Volvo Ocean Race is de langste en zwaarste zeilrace ter wereld. Den Haag heeft als stad aan zee het voor elkaar gekregen dat de finish van de Volvo Ocean Race dit jaar hier plaatsvindt. Zo'n evenement trekt enorm veel bezoekers. En de hulpdiensten bereiden zich al maanden voor door alle mogelijke risico's in kaart te brengen. Ja, we bereiden ons altijd voor op evenementen die komen gaan, zeker als ze zo groot zijn als de Volvo Ocean Race. Wij zijn al in een heel vroeg stadium betrokken door de organisator en de gemeente, samen met de andere hulpdiensten, met de politie en de GOR. En zitten we eigenlijk al maanden van tevoren aan tafel en wij adviseren de gemeente over de veiligheid van het evenement. En anderzijds doen wij onze eigen voorbereidingen op een operationele inzet voor het geval dat het misgaat tijdens het evenement. Het gaat over de Volvo, maar ook over Parkpop, over Veteranendag, maar ook daaromheen over het WK voetbal. Dit is wel een heel bijzondere week, omdat er gewoon meerdere evenementen tegelijk zijn. En daarom hebben we nu ook gekozen om ons voor te bereiden niet per evenement, maar alle evenementen tegelijk in ogenschouw te nemen. Want ze raken ook aan elkaar, bijvoorbeeld qua verkeersstromen. Wat er vooral van ons gevraagd wordt, vooral op de topdagen, is dat we eigenlijk een verkenner hebben die, als er ook geen meldingen zijn, gewoon goed kan kijken naar de doorrijbaarheid, maar ook bereikbaarheid en de drukte op de weg, zodat we op tijd kunnen anticiperen met andere eenheden. Op het moment dat er iets is, dan moeten we ook snel ter plaatse zijn. Nou, je kunt je voorstellen dat Scheveningen normaal al in het zomerseizoen behoorlijk druk is. We hebben dus met de organisatie goede afspraken gemaakt over calamiteitenroutes. Speciale routes rondom zeg maar, het evenemententerrein, om uiteindelijk toch snel hulp te kunnen verlenen. Vanaf het moment dat de boten gaan finishen in de haven, is ervoor gezorgd dat op de piekdagen is de bezetting anders dan normaal. Normaal hebben we 8 mensen in dienst om uit te kunnen rukken, zo gezegd. En op de Volvo Ocean Race dagen, dus in die weekenden, dus het eerste weekend en het tweede weekend, zijn er 6 mensen extra in dienst. En daarbij zijn er nog ook mensen van de GOR en de objectofficieren en dergelijke. In totaal zouden we ongeveer aan 20 à 22 mensen komen op de weekenddagen. Dat punt tot achter. Ja, van die berg is met die grote plaat, dat ze niet kunnen kantelen, ja. Zeg maar. Het zal ook deels met mooie barrier-systemen. Specifiek vanuit ons wel echt als een aandachtspunt zijn de rotsblokken. Want wij hebben aangegeven vanuit veiligheidspunt van nou, wij vinden het echt niet wenselijk dat je mensen toelaat tot het havenhoofd en op die rotsblokken laat plaatsnemen. We hebben de ervaringen mee dat daar wel eens mensen tussen vallen. Maar ja, dat is natuurlijk het mooiste beeld wat de Volvo Ocean Race wil hebben. Dus we hebben hem benoemd. Er is op geanticipeerd. Er is in de planvorming zijn er maatregelen aangekondigd. Dus deels hekken, deels verkeersregelaars, aanspreken van de mensen. Natuurlijk willen wij als organisatie, bekijken wij het heel erg vanuit de bezoeker en vanuit het evenement en het allergaafste voor het evenement. Maar het is heel lekker dat je natuurlijk gewoon op een gezonde manier met elkaar kan communiceren. Maar is dat dan ook nog veilig? En iedereen kijkt daar gewoon met zijn gespecialiseerde bril naartoe. Maar we willen allemaal dat het veilig is. Dus wij kunnen het heel leuk bedenken, maar als het niet veilig is, gaan we het gewoon niet doen. Überhaupt, als ik gewoon over het terrein kijk, ja. Komen daar ook nog iets van banners te hangen richting nooduitgangen. Ja, te staan op de EK-zijde, EK-biesvolleybal. Alles komt eraan, dames en heren. Den Haag, werkelijk de sporthoofdstad van Nederland. Ik ben naast het feit dat ik in de voorbereidingen betrokken ben, ook tijdens de Volvo Ocean Race objectofficier van dienst. Dat houdt in dat ik tijdens het hele evenement aanwezig ben en eigenlijk als liaison van de brandweer met de organisatie samen kijk hoe het geheel verloopt. Monitor ten aanzien van bijvoorbeeld weer, daar ook organisatie over kan adviseren. En uiteindelijk ook in geval van een incident heel snel onze aanrijdende eenheden informatie kan geven over hoe die situatie is op het incidententerrein. Well done, mate.
doden en zwaar gewonden bij aanvaring in haven Scheveningen. Een stalen motorboot en een rubberboot met buitenboordmotor botsten op elkaar. Ongeluk gebeurde op het moment dat het druk was in de haven vanwege evenementen rond de Volvo Ocean Race. Op de stalen boot zaten 3 mensen en de rubberboot had 8 opvarenden. Bij dit ongeluk is 1 dodelijk slachtoffer gevallen. Ik kreeg een melding dat er een reanimatie was in de eerste haven. Op dat moment heb ik er primair een auto heen gestuurd. Onze auto was heel snel te plaatsen en die gaf aan dat er meerdere gewonden waren. En op dat moment hoorde ik ook via de portofoon dat er mogelijk een aanvaring was geweest met 2 boten. En op dat moment heb ik eigenlijk de zaken bij elkaar opgeteld, ben ik in mijn auto gestapt en ben ik ter plaatse gegaan op de eerste haven om zelf een beeld van me te doen. Ik heb gelijk meerdere ambulances ter plaatse laten komen, een medisch mobiel team. Ik heb mijn partners van de multi geprobeerd te zoeken, politie, brandweer. De havenmeester is erbij geweest, de KNRM. En samen hebben we een plan gemaakt, 1. Wat we moesten doen met de gronden ter plaatse. Maar 2, moesten ook een inschatting maken over de mensen die op die boot zaten. Want mogelijk waren er nog vermisten in de havenmond. Dus daar hebben we ook een plan voor gemaakt dat er ook gezocht moest gaan worden naar mogelijk vermisten. Nou, omdat er mogelijk mensen vermist waren, hebben we besloten om 2 extra duikteams naar die havenmond te laten komen. In combinatie eigenlijk met de KNRM, die de boten had, hebben we gezorgd dat die duikteams daar veilig ingezet konden worden. Zo'n soort incident, tijdens een evenement, maak je niet heel vaak mee. En als er iemand overlijdt, is het natuurlijk altijd een rotgevoel. Ten eerste voor de hulpverleners die erbij betrokken zijn. Maar dat is nog minder als voor de nabestaanden van degene die is overleden. Maar ik denk dat we alles in het werk hebben gesteld om op een goede manier hulp te kunnen verlenen. We hebben heel goed multidisciplinair samengewerkt. We hadden snel ambulancezorg te plaatsen, ik denk binnen 30 seconden. We hadden genoeg capaciteit om alle slachtoffers te behandelen en te vervoeren naar de ziekenhuizen wat nodig was. We hadden de capaciteit om mensen met behulp van de brandweer en de kraan bijvoorbeeld naar de kade te tillen wat nodig was. Er zijn duikers het water opgegaan vanuit de brandweer om te gaan zoeken, samen met de KNRM. Na het incident hebben we natuurlijk het goed met elkaar doorgesproken. Ook gekeken of iedereen er nog goed in zat en ook daadwerkelijk door kon. Want inderdaad, het evenement ging door. En in dat weekend hadden we nog een aantal races bij de Volvo Ocean Race. Maar ook op zaterdag de Veteranendag. En ja, daar moet je dan toch ook weer klaar voor zijn. Nou, wat mooi was om te zien is dat door een goede voorbereiding aan de voorkant leer je elkaar goed kennen. Maar ook op het evenement zelf hebben we contacten gelegd die we nog niet hadden. Bijvoorbeeld ook met de KNRM en de reddingsbrigade. En als het er dan toe doet, is het heel waardevol dat je die contacten hebt. Je hebt dan heel weinig woorden nodig om uiteindelijk tot een goede inzet te komen. Nou, ik ben enorm trots op het team. De veerkracht, de flexibiliteit, van tijd tot tijd de gezelligheid. Maar ook gewoon de scherpte als het nodig is. Voor al deze liefde, voor al deze vibes en deze energie.